Zondagochtend zijn natuurlijk de winkels dicht. Dan kun je echt zien hoe de straat is ingericht, hoe mooi die weer is opgeknapt. Kom je op vrijdag aan, want dan tref je een heel ander publiek aan. Echt alleen maar jongeren, hartstikke leuk, een ontmoetingsplek. Dat is het bijzondere van de lijnbaan, dat die op verschillende momenten van de dag er ook verschillend uitziet. Ik ben Gerrie Andela, onderzoeker op het gebied van architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en landschapsarchitectuur. Het ontstaan op initiatief van de gemeente in samenwerking met de winkeliers. 63 winkeliers hebben hier een onderdak gevonden. Want je moet je voorstellen, die waren al hun spullen waren ze verloren en hun onderkomens in de oorlog. En moesten toch aan de slag. Van den Broek en Bakema is het architectenbureau dat de lijnbaan ontworpen heeft. In het nieuwe instituut ligt nog veel materiaal uit de ontwerpfase van de bekendste Rotterdamse winkelstraat opgeslagen. Oktober 1953 werd de lijnbaan geopend en hadden alle winkeliers, na jarenlang in noodwinkels te hebben gezeten, hun intrek genomen in de allernieuwste winkelstraat van Nederland. Een winkelstraat die veel Rotterdammers meteen als hun tweede huiskamer zagen. Ja, als een soort binnenkamer van de stad. Waar bij een kwartetje hier zitten spelen en het jongetje dat heel rustig toekijkt. En de mensen ook keurig gekleed allemaal. Die lijnbaan die er absoluut heel anders uitzag, dat zie je hier meteen. Maar ook het gebruik daarvan. Kenmerkend voor de lijnbaan waren de eilandetalages. De straat staat er niet meer vol mee, maar als je goed kijkt kun je ze nog wel spotten. En ook was het, zijn tijd heel ver vooruit, de allereerste autovrije winkelpromenade ter wereld. Ja, dat alles maakte tot een hele bijzondere ruimte waar echt uitdrukking werd gegeven aan de nieuwe winkelen. En ook een nieuwe ambiance werd gecreëerd. Waar mensen ook van heinde en ver naartoe kwamen. Ja, het schijnt dat echt Amerikanen gewoon hier naartoe kwamen om te winkelen. Nou, ik denk dat ze toch al in Nederland waren, maar dat ze toch Rotterdam even wilden aandoen. En naar die nieuwe lijnbaan wilden kijken hoe dat in zijn werk ging. Een vraag van een hele andere orde, maar anno 2016 wel heel actueel is. Bestaat de lijnbaan over een paar decennia nog wel? Met de opkomst van internetwinkel krijg je toch een ander soort winkelgedrag. En het is de vraag of de lijnbaan dat kan overleven en of er niet ook andere formules bedacht moeten worden